Als je wint maar naar hoed toe, je hebt een flinke bijtwond. Ja, dat klopt. Goed gezien. Ja. Wat is er gebeurd? Ja, Van Eeuwijk die wou er langs. Ik blok de bal. Kom in een soort van scrimmage en hij valt op de grond. Ik loop over hem heen. En vervolgens bijt hij naar mijn been toe. Ja. Een beetje salaris, hè? Ja. Heb je zoiets ooit eerder meegemaakt? Nee. Nee, ja, het zijn ook emoties die erbij komen kijken, waarschijnlijk gewoon frustraties. En ja, weet je, na de wedstrijd denk ik ook van klaar. Maar goed, eenmaal zo'n speler in de wedstrijd, ja, dan moet je ermee. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd van HHC, 1-0 overwinning? Ja, wel een vermoeiende pot. Je weet dat zij moeten. Wij willen die derde plek behouden. Ik denk dat wij de eerste helft wel de bovenliggende partij waren. Het bovenliggende team. Maar na die 1-0 zakte zij wat weg. Tweede helft. Denk ik dat zij wat meer druk zetten, maar uiteindelijk hebben we er goed onderuit gevoetbald. Ja, het was voor FC Lisse op een gegeven moment moest echt komen. Jullie waren nog op zoek misschien nog naar de counter naar de 2-0, maar ja, ze creëerden ook niet heel veel kansen. Nee, niet heel veel. Misschien een paar lange ballen die dan werden verlengd en zo, maar we stonden achterin ook sterk. Dus, ja. Als je terugkijkt op dit seizoen van HAC, wat was het voor seizoen voor jullie? Ja, derde plaats. Ja, in ieder geval een beter seizoen dan vorig jaar. Ja. Maar krachtig inderdaad. Ja, vorig seizoen was het inderdaad kantje boord. Net in de allerlaatste wedstrijd de promotiedegradatiewedstrijd ontlopen. De situatie waar Lisse nu in zit. Ja, de wereld ziet er een jaar later heel anders uit. Ja, zeker. We hebben dit seizoen hebben het gewoon goed opgepakt. Fris begonnen. En we staan nu derde. Dat is hartstikke mooi. En ik hoop dat we deze positie gewoon vast kunnen houden. Veel succes wensen. Dankjewel.